Hallo. En welkom bij de bijen bij Rabobank Zwolle. We zien hier in Zwolle dat de bijen lekker in de zon staan. Het zonnetje is net gaan schijnen hier. En ze zijn druk aan het vliegen. En het leuke is, als je nou goed kijkt, zie je ook een heleboel bijen aan de voorkant hangen. Met het gezichtje naar de kast toe. En dan zijn de jonge bijen aan het invliegen. Kijken waar we zijn. Die komen net voor het eerst eigenlijk buiten. Dus een beetje rond dit tijdstip, zo'n 3 uur als de zon staat, vliegen ze even naar buiten. Nou, we gaan zo even in de kast kijken. Mogelijk dat hier een honingkamer op mag. En dan gaan we kijken hoe het er staat. Dit is in ieder geval een goed teken. Ik zie stuifmeel binnenkomen. En we gaan eens kijken hoe het verder aan de binnenkant is. Het bandje hoeft er eigenlijk niet omheen, maar dat is puur voor als het echt stormt. Dat hij nog even geborgen zit aan het beton aan de onderkant. Voor de kast is het niet nodig. Maar mocht het stormen, dan kan het niet van het dak afwaaien, of in ieder geval zo goed als niet. Het zit ontzettend goed vast, Kit. Dat is altijd een goed teken. Ik ga trouwens alvast even erbij pakken. En dat is een leeg raam. Want ik had het voor kleiner gezet. Dat zo klein geworden was. Zodat ze even wat ruiken hadden. En daarna weer groter gezet. Maar was ik vergeten. Dat ik een raam miste. En die heb ik nu bij me. En die kan er straks in. En nu gebruiken we lekker gebruikt. Nou, lekker druk. Lekker vol. Dus de honingkamer kan erop. We zien hier gewoon achterramen vol. Bijen. Deze is helemaal leeg. Er zit helemaal niks in. Eigenlijk ook vervangen gaan worden, maar die andere komt erin. Deze gaan we naar buiten werken en volgende keer gaat hij er dan uit. Ik heb nu even 1 raam meegenomen, wat ook een honingraam komt, en dan gaan we volgende keer gaan we er weer wat meer vervangen. Dit ziet er goed uit. Bijen zijn druk bezig. Zie wat stuifmeel hierin. Deze redelijk licht. Deze zijn ze net begonnen met nectar vullen, dus dat is goed. Schuif weer een stukje op. Voorzichtig kunnen optillen. Voorzichtig langs de randen. En hier zien we gelijk het eerste broed. En dat ziet er heel goed uit. Lekker vol. Laten we even aan de andere kant ook kijken. Ook lekker vol broed. Mooi. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Het broed is weer gesloten stukjes. En al die lichte cellen. Er zitten bijtjes in. Zo 21 dagen komt er een ergste bij uit. Vanaf het begin. En we zien ook... Ik zie hier nog geen larfjes of eitjes. En hier ook niet, wel een hoop stuifmeel eromheen en nectar. Dus we hebben wel wat ruimte nodig zo. En dan gaan we het de honingkamer geven. Ik probeer zo rustig mogelijk te werken, de bijtjes. Kijk eens, daar komt weer een mooi raampje. Hier zien we larfjes, al die witte vlakjes in de cellen zijn de larfjes. Dus dat heet onderpoet. En de bijen zijn dat keurig aan het doen. Nou, waar let ik nu allemaal op? Ik let even op of ze inderdaad voldoende ruimte hebben. Of inderdaad ook open broed is, die eitjes, larfjes. Of ik geen rare geur uit de kast heb. Of de ramen allemaal bezet zijn. En of ze wat te doen hebben, of de cellen niet allemaal vol zitten. Een hoop dingen om op te letten. Dus er zijn nog een paar dingen waar we op letten, waar we naar kijken. Ik ben niet specifiek de koningin aan het zoeken, want ik weet al dat ze er is. Kom ik er tegen, is dat leuk meegenomen voor vandaag. Als ik bij een aflegger aan de slag ga, dus de ramen eruit halen om zwerm te voorkomen, dan wil ik wel weten waar de koningin is, want anders neem ik haar misschien mee. Want ik maak een broedaflegger, dat betekent ik haal de koningin erin. En ik haal er steeds wat ramen uit. En van de andere volken die ik heb, zet ik ze samen. We gaan weer een raampje eruit tillen, voorzichtig. Dus, aan de bovenkant begint te bouwen, kun je de honingkamer erop zetten. Nou, in dit geval is dat zo. Ze zijn op de ramen aan het bouwen. Tijd voor de honingkamer. Oké,
ook aan deze kant. We zien ook al wat tarrebroed. We zien hier volbroed. Dus we hebben gewoon al 4 ramen waar al broed in zit. En 3 daarvan volbroed. Verder. Wie! Ik zei net ook, zoek niet de koningin. Misschien lopen ze ergens een zijkant, of heb ik net ook ergens gemist. Maar ik weet wel dat ze er is. En er zijn verder geen problemen. Ik zie hier iets waar ik even op moet letten. Dat is zo'n dopje hier. Het lijkt een oude. Hij is ook verder leeg. Het zouden indicatoren kunnen zijn. Op dit moment niet. Als je de rest ziet, dat volgens mij. Nou, we hebben gelijk de koningin gevonden. Nu een paar keer kijk. Hier loopt ze. Dat is er. Is dus aanwezig en bezig. Zo zien we, ik had er net gekeken en toen zag ik er niet. En nu zie ik het toevallig. Nou, hier is het leeg. Ze hebben voornamelijk het voer in het midden. Dus ze moeten nog even wat halen. Dus komt de kerst nu ook in bloei. Dus er is vast wel hier wat te halen. Ik zie hier op zo'n 100 meter afstand ook zelfs wel kersen in bloei. Dus dat moet lukken. En hier voel ik inderdaad ook dat voer inzetten. Ja. Dus dat komt goed. Nou, wat ik nu ga doen, er zit wat voer hier en daar. Dat is hartstikke goed. Ik ga dat nieuwe raam ga ik een beetje tegen het broednest aanhangen. Maar wel zorgen dat we nog steeds met voer kunnen. Dus daar moet ik wel even op letten. Dus daar gaan we ook even voorzichtig mee doen. Zo. Dus we gaan even alles en ik zet ze ook hier. Dus vanaf links tellen, zet ik raam 7, 8, dus raam 7, hier het raam ertussen. We hebben nog niet goed doorgeschoven, dus een klein beetje voorzichtig zo. Beetjes zijn een beetje naar voren getrokken allemaal. Die gaan we zo een beetje erin vegen en deze gaat er mooi tussen. Strak van de propolis en daar heeft hij zelf vanzelf erin. Even zorgen dat een bijtje ertussen uit is. Kom. Ja. Zo. Mooi. Oh, de kamer gaat erop. Ja, de bijtjes een beetje ertussen. Zo. Rooster van de koningin. We willen niet dat de koningin gewoon de kamer terecht komt. En schuif even mijn vingers langs de hand. Zo. Er zijn de bijtjes mooi binnen. En nu als ik de aanzet, dus een beetje ruimte naar boven krijgen. We kunnen de jonge bijen daar gaan vullen. En dan heeft de koningin met beneden weer ruimte. Om eitjes te leggen. Dat we straks hier een mooi broed hebben. Nou, het ziet er heel goed uit hier. We zijn wat harder gaan groeien dan een Apeldoorn. In principe een soort kolonies. Hetzelfde bij oorsprong. Maar daar hadden ze nog een beetje moeite, wat kleiner. En hier gaat het hartstikke goed. Zo zie je maar, het is iedere keer anders. Vorige keer 2 hele grote volken waren het ook. Nou, deze is ook inderdaad alweer heel groot aan het worden. We gaan kijken of er Apeldoorn dat ook kan. Hoppakee. Zo, dan zijn we weer klaar. En dan zijn de bijtjes hier allemaal naar buiten. Nou, dan gaan ze allemaal weer naar binnen. Die zijn met een half uur allemaal weer binnen. Dat is mooi, want ze zijn dan straks richting 4 uur. Het is nog niet half zomer, dus dan zijn ze, als het wat kouder weer wordt, zijn ze allemaal binnen. Dat was hem weer voor de Rabobank in Zwolle. De volgende keer zijn we er weer. Kijk op bijenhuren.nl. Alle filmpjes.